What up NLG unit, it's your boy boy op die tube tube. En we kijken vandaag weer naar game news, namelijk van de week in maart. Een week in maart, 18 maart, I don't know. Afgelopen weken zijn er zoveel fucking vette shit uitgekomen. Het spijt me dat ik er geen filmpje van heb gemaakt, want het was zo awesome. We hebben namelijk Titanfall gezien, een Xbox game, een PC game die het zo goed doet op dit moment. Dit is een beetje Call of Duty met Max, een beetje Chaos. Er is een Dead Rising collectie uitgekomen, een zombie game die ik heel tof vind. Die open in een soort van winkelcentrum, kunt alles pakken wat je wil. Lekker mappen, lekker gek doen. Laatst nog een nieuwe game van uitgekomen op de Xbox One. Daarnaast natuurlijk de game die ik zo fucking vet vind en nog steeds speel. Dat is South Park, Stick of Truth. Hey kitty, nee, kitty, kitty, mijn kitty. Ook is Hearthstone, Heroes of Warcraft uitgekomen. Een kaartgame waarin je competitief kan battelen, zoals in Pokémon en zoals in Magic's. Een review is te zien van op NLG. En de allerhardste shit, alle echte, is Dark Souls 2. Een game die niet voor iedereen is, fucking pittig taai. En daar heb ik nieuws over, want het is iets heel wazigs. Wij hebben First Look die game gekeken. Shamal en ik hebben een preview gedaan voor de First Look. Kun je naar googlen op NLG. De Dark Souls 2 preview. En de game zag er fantastisch uit. Super mooie graphics, jongen. De dinges en het licht was mooi en zo. Het was een beetje wazig. Ik vond het een beetje apart dat het zo mooi eruit zag. Echt verbeterd op het vorige deel. Nou ja, goed, die was niet heel mooi, maar maakt niet uit. Nu is hij uit en het is lang niet zo mooi. Hoe kan dit nou? Hoe kan het nou dat het nu niet meer mooi is? Blijkbaar hebben ze de graphics helemaal teruggeskilled en hebben wij een hele andere gezien. Dit is wel een interessant onderwerp. Of het nu kijkersbedrog is of zo, of niet. Kijkersbedrog moet mij horen. Bedrog, gamersbedrog. Het is gamersbedrog, het is kopersbedrog. Is het kopersbedrog? Kijk, waar het op neerkomt gewoon, is dat je advertised met gewoon hele dikke graphics in een game. Ja, iedereen denkt vet, ik koop het en de game komt uit en vervolgens ziet het er niet zo uit. Ik vind dat echt niet kunnen. Daarvoor waarschuw ik alvast. Denk niet dat de graphics alles zo mooi zijn. Zoek de daadwerkelijke graphics op van wat het nu zijn. En dan geloof je in het wel. Daarnaast voor de mensen die een 3DS hebben, Pokémon Link Battle en Yoshi's Island 3DS zijn ook uitgekomen. Wat komt eraan? Fucking Metal Gear, fucking Metal Gear, fucking Metal Gear, fucking Metal Gear. Metal Gear Ground Zeroes komt praktisch voor alle platformen die je maar kunt bedenken, behalve de PC. En het houdt in dat je dik Metal Gear kan doen. De reviews zijn volgens mij net binnen, heb ik vandaag gehoord. En die zijn een beetje, de een vindt het kut, de ander vindt het fantastisch. Altijd moeilijk met Metal Gear. Als jij Metal Gear leuk hebt gevonden, dan gaat dit je niet teleurstellen. Het is altijd weer die, weet je wel, die storyline en zo. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd hoor, dus ik weet er niks van. Hatsi flats. Ninja Gaiden komt terug met Jijpa. Ninja Gaiden. En Ninja Gaiden is cool. Ninja Gaiden is ook een game net zoals Dark Souls. Super moeilijk. Heel snel. Anders dan Dark Souls natuurlijk. Maar het is gewoon een heel moeilijk frustrerende game. En deze keer is het een soort cel-shaded-achtige stijl. Is best wel vet. Ik kijk er naar uit. Ik hoef er niet lang meer naar uit te kijken. Want hij is er morgen of zo, dacht ik. Sorry, vrijdag. Vrijdag is hij er. Ook de most anticipated PlayStation 4 game tot nu toe komt uit. Volgende week. En dat is Infamous. Infamous Second Son. Na het niet fantastische succes van 1 en 2 op de PlayStation 3. Maar wel aardig succes. Komt hij dus nu weer terug. Keiharde game. Open wereld. Sandbox. Doe wat je wilt. Jij hebt superkrachten. Jij hebt namelijk de krachten van as. En neon. En dat betekent met neon kun je heel snel door die stad heen verplaatsen. En zippen overal langs en zo. En jij verandert in die neonkleuren en zo. Maar en met as en vuur dan ben je wat meer damage georiënteerd. En ja, is vet. Het ziet er heel goed uit. En dit is echt een reden waarom ik een PlayStation 4 wil hebben. Maar één game is niet genoeg om zo'n ding te kopen. Voor de rest, voor de mensen die van Last of Us houden, is er natuurlijk een DLC gekomen al een tijdje geleden. Maar het nieuws is nu dat Last of Us 5 BAFTA's gehaald heeft. 5! BAFTA's, een awards. En het zijn awards dat het gewoon een hele goede videogame is. En daar ben ik blij om. En daar ben ik zo blij om. Ik vind het heel belangrijk dat games zoals Last of Us recognition krijgen. Dat we ons niet alleen maar ophangen aan sales. Dat we alleen maar zeggen, oké, FIFA verkoopt zoveel, Call of Duty verkoopt zoveel, dit zijn de beste games. Nee, dat is niet zo. Dat heeft er niks mee te maken, weet je wel. Als de massa's kopen ook Justin Bieber albums. Justin Bieber dan de beste muziek die er is? Nee, subjectief. Het is wat jij leuk vindt. Hè? Kijk te veel in dat schermpje, dat weet ik. Hou ik nu mee op. En ik hou sowieso nu op. Het is wel goed geweest. Oké? Bedankt voor het kijken. Kijk volgende keer weer. Naar game news.
Met Albert. Of iemand anders. Bij NL Game Reviews. Check je later. www.nlgamereviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over.